Aan het hek namens FCC Putten, Justin Gift. Namens FCV Gelderlanden, Victor Tegelaar. En CC Nijkerk met Guus van der Kieft. Unitas Assen, Owen L. Namens KWC Kampen, Didano Smit. We hebben het nieuws met Jason Kuipers. En we zijn de vaart met Divayo Balsala. En op zijn thuisbaan hier, namens FCC Amazonje, Paas Vostermans. En dit belooft een hele spannende finale te worden. Want Paas, Divayo en Jason wisten alle drie hun marges te winnen. En hebben een enorme valpartij daar op dat eerste stuk. Nog vier rijders op de baan. En wie zien we daar dan op? Het is Divayo Balsala op 1. Paas Vosterlans op 2. We kijken naar Jason Kuipers op 3. Gelder Balsala dan met Victor Tegenaar op 4. En die andere vier mannen gelukkig bijna allemaal op de fiets. Maar vooraan is het nog steeds die strijd. Hoor. Dus die mannen die ik net al noemde, Paas, Divayo en Jason, gaan met elkaar de strijd aan voor die podiumplaatsen. Hadden alle drie super goede mandjes. Maar wie gaat dan vandaag die Betus kampioenschapstitel op zijn naam schrijven? Het lijkt daar die mannen uit Denenswaard te zijn. En daar komt nog een aantal uit Ammerzijden. Maar Betus kampioen is Divayo Balsala van Paas Vosterlans op 2 en Jason Kuipers.